Goedemiddag boys, het is weer tijd voor een nieuwe video. Ik ga vandaag, het is begin maart, ik ga een dagje penvissen. Ik zal een gedeelte alleen doen en een gedeelte met fietsen samen. Ik ga nu eerst even de stek aanvoeren. Ik laat zien hoe ik dat ga doen en waarom en waar. En dan ben ik zo bij jullie. Zoals Wietse heel handig heeft gedaan, is hij allemaal kleine zakjes met particles ingevroren. En daar zit van alles in. Tijgenoten, boekweit, spicy crump, hennep. Dus dat is helemaal handig. Dat hebben we alvast laten ontdooien. En even die aanzetten. Dat ziet er dan zo uit. Helemaal geweldig. Nou, wat gaan we er nou nog bij doen? Een klein blikje mais. Die gooi je er gewoon doorheen. Dat wordt ook het haakaas van vandaag. En wat krijg je dan? Gewoon een lekker mixie met van allemaal kleine deeltjes die de karper makkelijk kan opnemen. Heel actief. En gewoon op elke stek één klein scheppie. En heel veel verschillende stekjes aanvoeren. Daar vertel ik zo meteen nog meer over. En dan ben ik zo bij jullie terug. Nou, wat ga ik doen? Ik ga er toch nog een klein beetje gekruste bolies bij doen. Dit om het voertje nog wolkeriger te maken. Dus ik krus bijna helemaal kapot. Het zijn allemaal kleine stukjes en dat doe ik gewoon allemaal doorheen. Dat doe ik dan met, hoeveel zou het zijn? 20 bolies denk ik. En daardoor krijg je nog een beter wolkeffect. Wat door verschillende waterlagen gaat zweven. En dat lokt die karpen schoon. Zelfs in de winter. Nou, dat is een lekker voertje hoor. Dat is een heel lekker voertje. Nou jongens, ik ben nu onderweg om alvast wat stekjes aan te voeren. Zie je, emmetje mee, lekker op het fietsje. Waarom doe ik dat? Dan hoef je niet te wachten tot de vis er ligt. Dus als je dan aankomt, dan liggen er, als de vissen er zijn, liggen ze waarschijnlijk al op dat lekkere voertje die je een uurtje daarvoor hebt ingegooid te wachten. Daardoor kan je gewoon je vistijd veel effectiever gebruiken. En kan je er ook veel meer vangen. Top. Ja, we zijn aangekomen bij stek nummer 1. Zoals je ziet, twee duikers. Die tweede zie je niet zo goed, maar die ligt daarachter. Hier zo. En hier heb je natuurlijk die grote. Nou, wat doe ik dan gewoon? Ik pak één schepje voer. En die laat ik gewoon rustig vallen. Zoals je ziet, het wolkt goed. Nog een klein beetje. En dan zijn we over een half uurtje hier terug en hopen we dat de karpers het voer hebben gevonden. Jongens, we zijn op stek 2 aangekomen, zoals je ziet. En heerlijk winterzonnetje. Hieronder loopt een put. Dus klein schepje voer. Ik ga even naar de andere kant van de weg. Daar loopt natuurlijk die brug ook. Die put. Hier wat afgestorven lelies hier en daar. Dus het ligt hier wel een beetje in de schaduw. Dat is misschien niet optimaal. Maar we proberen het gewoon. We gaan even wat stekjes in de zon zoeken. En dan hoop ik dat we zo wat kunnen vangen. Nou jongens, het is een brug waar vooral heel veel eenden worden gevoerd altijd. En al dat voer van die eenden, dat brengt ook voer voor de karpers mee. Dus ik gooi gewoon aan allebei de kanten een klein schepje voer. En dan hoop ik gewoon dat die karpers ook hier zullen komen. Toppie. Emmetje bijna leeg. Gaan we thuis maar even aanvullen. Nou jongens, nadat de karps gevoerd zijn, gaan we even mijzelf voeden. We moeten toch even wachten en het voer zijn werk laten doen.
Even een lekkere tosti bouwen. Och, wat een leven, hè? Wat een leven. Nou, ik als lief broer, ik heb ook gewoon een tosti voor Wietse gemaakt. Die jongen is hard aan het leren voor school. En wat kan er dan natuurlijk niet ontbreken? Je raadt het al. Een dikke laag ketchup. Die gaan we eens even naar hem brengen. Ewa. Kijk. Kijk eens wat ik voor jou heb. Thanks man. Oh, lekker tosti, lekker ketchup hierbij. Oh, dit vind ik wel lekker. Ja. Kijk eens. Hoppa. En wat gaan we zo doen? Pennen. Hoppakee. Pennenvissen. We doen even met school bezig. Maar van de zaken. Kijk van. Hey. Zo. Mooie detailjes. Bouwkunde. Bouwkundig hoor. Daar zit het geld jongens. Ja. Nee, valt tegen. Zo, we zijn onderweg. Zoals jullie zien, gewoon lekker op het fietsje, licht bepakt. Schepnetje, onthaakmatje. Emmetje met voer en een engel. En dan hier nog een camera, dat wel. Maar ja, je hebt niet veel nodig. Snel veel verschillende plekjes afvissen. En dan komen die winterkarpers vanzelf. Nou jongens, volgens mij als ik het goed zie, zie ik allemaal bellensporen al voor die ene put. Dus dat is helemaal geweldig. Ja, sowieso. Ik ga eerst hier bij de eerste put proberen en daarna bij de put waar ik al veel zie. Ik zet even de grote camera erop en dan zien jullie mij zo. Jongens, stek 1 dat was niks. Mij zit er nog aan. Stek 2 is ietsje dieper. Dat weet ik uit ervaring. Ja, ja. Zo. Kijk, voor mij is er nog goed opgezet. Jazeker. Deze kan ook aan. Ik ga hem even vakkundig ingooien. Kijk, dat is koning. Wat een beet. Ja, hangen. Kijk, hij wil de put in. Ja, lekker hoor. Hé, hey, hoppakee. Karpertje nummer 1 op de pen dit jaar. Woe. Heerlijk. Oh, wat is dat lekker jongens. Kijk eens, wat is dat lekker. Woe. Eerst tikte hij 2 keer weg. Daarna ging hij echt onder. Volgens mij heb ik hem ook nog live op beeld. Nu wilt hij de put in. Dat gaan we niet doen. Oh jongens, jongens. Heerlijk. Ja, kleintje. Maar het is er een. Heerlijk hoor. Zou je dat molentje tikken? Top. Ah, mooi visie. Om het toppen niet te stoppen. Hoppakee. Zo zie je maar. Ik ben denk ik een kwartiertje aan het vissen. En de eerste hangt eraan. Hij heeft er nogal zin in. Hoppakee. Yo. Wiet. Ja. Ik heb er een. Kom je even foto maken? Hey. Ja, best. Hey. Ik zie jou zo. Even foto maken. Dan moet ik even het pakketje wegbrengen en dan komt het ook vissen. Yo, best. Zie je zo. Zo jongens. De cameraatje zat klaar. Vis zit nog in het net. Als het haakje eruit gaat. Altijd even het matje nat maken. Dat is wel zo fijn voor dat beestje. Het is een kleintje. Ik zal hem voor kort laten zien. Echt een klein visje. Ja, punt gaaf. Wietse die
komt zo ook mee vissen, dus die komt even mooie videobeelden schieten. En ondertussen, je weet het nooit, hè? Misschien waren ze wel met meer dan één. Gooi ik gewoon een klein schepje voer op die stek. En kunnen we toch nog een visje erbij vangen. Zo jongens, daar is die dan. Klein visje, maar mooi. Zeker mooi. Het is nog winter en ja joh, binnen 10 minuten denk ik gelijk beet. Dus dat voeren dat helpt wel. Mooi. En ja, toch prachtig. Lekker, punt gaaf. Klein buikje eronder. En ja, we zijn er helemaal blij mee. Doe je goed. Helemaal super blij mee. Oké. Zo. Ja, dat ging flexibel hoor. Doe je snel, ja. Perfect. Pas op. Ik zie je toch wat ondieper dan ik dacht. Dat is eigenlijk een groot nadeel. En ik denk, ja, het wordt hier niks. Maar ik zag net toch ineens een vis voorbij zwemmen. Omdat het zo ondiep is met een Polaroid-bril. Dus we gaan het toch nog even proberen. En we hopen gewoon dat het wat wordt. Ah jongens, wat is dit ballen? Zie je al die bagger omhoog komen? Er zat er een te azen en ik sla aan. Ik dacht dat hij mijn aanswap had, maar zoals je kan zien, heb ik een schub te pakken. En ja, volledig misgeslagen. Vis weg. En ik eindig hier met 1, 2 schubben van een karper. Helaas, helemaal spijtig. Nou jongens, ik zal even uitleggen hoe je nou je pen op de juiste diepte legt. Je hebt hier je haak en je laatste loodje. Je laatste loodje wil je eigenlijk op de bodem hebben. Dus ja, ik heb ze hier zo allebei. Mijn pijlloodje is eigenlijk een beetje kapot. Maar ik denk met 2 loodjes dat het wel moet lukken. Hij zit toch nog niet zo heel stabiel. Ja, het is natuurlijk veel zwaarder dan dat jouw dobber aan kan. Dus zal je dobber ook precies op de juiste diepte zakken als je hem aandoet. Ik doe hem nu even aan mijn haak, omdat het niet anders kan. Ja, deze leg je gewoon in. Je ziet je pen zakken en als die onder gaat, moet je hem dieper instellen. Als die minder, als die plat gaat liggen, moet je hem minder diep zetten. Dus we gaan het even proberen. Bij deze put heb ik gevoerd. Nou leg ik hem niet gelijk voor de put, want stel een lichtvis, dat zou niet zo slim zijn. Zo.
zoals je ziet. Eigenlijk zat hij direct helemaal perfect. Zo, ik ben echt pas 1 minuut op deze stek, denk ik. En toen dook hij onder. Dat is even goud. Dat is even heel goud. Ik was bezig met die camera klaarzetten op de pen. Om een lijf aan beet te filmen. En ik zat met de kloten en ik kijk ineens en denk, zo, schiet ineens die pen weg. Snel aanslaan en zoals je hoort, hij hangt. Klein visje wel, echt klein. Maar ja joh, het is winter en het is actie. En we hebben nog 3 stekken eraan, dus ik reken hem helemaal goed. Oh, mooi in de bovenlip gaan. Hoppakee. En in het netje. Het mooie penvisje die op de mais lag te wachten. Hij zit volgens mij echt perfect gehaakt. Ja, weet ik, kan niet. Ga even met de go. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar het haakje zit er echt perfect in. Mooi in de bovenlip, zoals het hoort. En hij is er ook zo weer uit. Pennetje even weg. Nou ja, prachtig visje. Ga ik hem even aan de grote hoeklens laten zien. Nou jongens, dit is hem dan. Klein mooi wintervisje. En het lijkt wel een beetje een warrelschub. Hij heeft toen wel wat van weg. En hij lag echt op het mais te wachten. Ik had hem binnen een minuut, denk ik, legde mijn mais in. Ik wou mijn camera klaarzetten en hij ging al onder. En dat is gewoon helemaal top. Zo wil je het gaan hebben in de winter. Snel, veel actie. En het was de tweede stek, dus nog 3 stekken te gaan. Dus misschien hong ik er gewoon nog wel 3 bij. En het is toch helemaal prachtig. Mooie visie. Daar doen we het voor. Nee jongens, wat is dit? Kutzooi. Kutzooi, kutzooi, kutzooi. Nou jongens, zoals jullie zagen sloeg ik de eerste keer vol mis. Ik was een twijfelaar. Hij kwam naar boven, eigenlijk moet je dan gewoon vol rammen. En dat deed ik niet. De vis bleef liggen en ja, hij pakte hem weer. Ik sloeg aan, maar schoot gelijk los helaas. We hebben nog 1 put over. Dus ik hoop dat die laatste put toch nog een vis gaat opleveren. Ik zie jullie zo. Zo jongens, visje nummer 2 van vandaag is ook in het net. Dus lijkt wel eens een poeder. Hij is namelijk net zo klein. Ik weet niet of ik de live ameet helemaal goed op film heb, maar hij filmde wel. Ja, hij zit weer mooi gehaakt. In de onderlip zelfs. Ik lijk wel een kapervis. Nou, ik ga jullie even laten zien. Oh! Ja, dit is hem dan. Klein maar fijn. Mooi visje. En ja, echt helemaal puntgaaf. Sowieso nog nooit gevangen, denk ik. En ja, het is misschien niet de grootste vis die je vangt met pennen, maar
Ja, dat is ook altijd gewoon een beetje geluk hebben. Of de grote of de kleine vis bij. Vandaag is het de kleine vis bij mij. Die ik verspeelde was wel een stukje groter, maar die ging er helaas af. Zo zie je maar, ik ben denk ik 2 uur aan het pennen. Dit is al de derde aanmeet. 2 vissen gevangen. Het is heel effectief, zelfs in de winter. Dus ja, als jij in de winter nou niks met mee statische hengel vangt, pak gewoon je penhengel erbij, ga putten af, voer ze eerst aan. En ja, dan kan het alleen maar goed komen. Hoppakee. Dan heb ik nog een tip voor jullie, die zien jullie hier op mijn hoofd. Dat is een Polaroid bril. Een Polaroid bril zorgt ervoor dat je dieper in het water zo kan kijken. Dat zal ik nu even een voorbeeld van laten zien, van met en zonder. Daardoor kan je dus veel sneller stofwolken signaleren of bellen of karpen zien zwemmen. En daarmee vergroot je dus gewoon echt je kans om een karp te vangen. Ik heb hier een model van Nash, die vind ik ook heel handig, want die heeft een touwtje aan de achterkant. En de vorige 2 Polaroid brillen die ik had, hadden dat niet. En die liggen nu allebei op de bodem van het water. Dus dat is netjes, netjes. Wat moet ik nog meer vertellen? Denk het niet. Ik ga die voorbeelden erin plakken. En toppie. Nou, dit is zonder. Je ziet heel veel reflectie in het water. En nu hou ik dus mijn Polaroid bril ervoor. En zoals je ziet, je kan veel dieper kijken. En ja, het... Vroeger geloofde ik er ook niet in van ja, dat zou ik dan niet door een brilletje kunnen. En, maar het werkte echt, ik heb er veel meer vissen door gevangen. Dus al ben jij een beetje een stalker, een karpenstalker of een penvisser, koop er gewoon één en vang. Nou jongens, dit is weer het einde van de video. Ik zag op buienraden dat het ging regenen en ik zie ook de eerste druppels al op het water verschijnen. Dus dat is helemaal niet mooi. Dus ik ga snel naar huis. Vond je de video nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zien we jullie volgende week dinsdag weer om 4:30. Woe!